daar is de harmonica-dag. Hoeveelste editie is dit? Ja, we doen dat vanaf 2006 door de derde al. En dat was de eerste keer. En continu, ik denk vanaf 2010. Dus al de 14e of 15e keer zal dit al de harmonica-dag hebben. En hoeveel deelnemers zijn hier vandaag? Ik denk dat er hier nu ongeveer 30 deelnemers zijn, harmonica-spelers. Maar dat was in het verleden was er wel dikke 100 spelers. En dan zaten we ook bij de kroon, wat nu tegenwoordig Norbus is. En dat was een heel druk bezochte evenement was dat. Maar ja, we werden allemaal ouder met elkaar. En, ja, en de jonge aanwas is er niet meer bij. En dat vinden wij als organisators gewoon heel erg jammer dat dat niet gebeurt. Ja, je hebt het over ouderen. Maar waar komen die harmonica-spelers allemaal vandaan? Ja, de harmonica-spelers komen gewoon echt door heel Nederland weg. We hebben één, die zit nu daar in de zaal te spelen. Die komt uit Heerlen, bij Limburg daar weg. En dan verder ze Achterhoek, Zutphen, noem ze maar op. Uit het noorden, overal komen ze weg om hier te komen spelen. Ja, waar ik aan een harmonica denk, dan denk ik altijd aan zo'n ding wat voor de mond houdt. Ja, dat is een mondharmonica. Het principe is precies hetzelfde. Mondharmonica moet je in en uit blazen of zuigen. En bij een harmonica is dat precies hetzelfde. Dan doe je in of uit. Het principe is hetzelfde. Rob wil nog even inspringen op de verschillende harmonica en verschillende muziekstijlen. Ja, ik wil er even op inspringen. We hebben elkaar natuurlijk leren kennen bij de Boerendansers. Daar is het een beetje doorgekomen. We gingen samen de harmonica dagen af. Johan speelde altijd de twee rijen. Ik speelde accordeon. Johan zegt altijd van Rob, dat is ook iets voor jou, weet je. Dat kun je ook. Dat, maar dat twee rijen, dat zegt niet zit. Maar ik stond altijd wel, ik ging altijd wel met hem mee. Dat was een mooi. Gezellige happening. Later, in 2013, hoorde ik hier zelf begonnen met ook wel een harmonica. Maar het was toen een stijlharmonica. En daar ben ik mee begonnen. En ik speel nog mee. En dat is een geweldige happening. Maar dat leer je. Je muziek vind je mooi en dan speel je vanzelf mee. Je hebt wel even les nodig, maar dat gaat vanzelf. Alles wat je mooi vindt, dan ga je er ook voor. Hè? En dat is met Rijmond idem dito. Je wilt er nog weer op inspringen. Hou de laag horen. Nou, het is maar net waar je het spelen wilt. Het accordeon vereist toch een notenbeeld waar je moet kennen. Noten, wat is de waarde van de noten en zo. En als je harmonica speelt, doe je op cijfers. Of op een andere methode. Chris heeft dat. Dat is gemakkelijk, veel gemakkelijker te leren als gewoon op noten. Maar een beetje muzikant, die speelt gewoon alles uit zichzelf mee. De harmonica dag van vandaag vind ik het allerbelangrijkste, welk instrument dat je ook speelt, dat je met elkaar speelt. Samen muziek maken en daarom organiseren we deze dag. Want dat vinden wij het allerbelangrijkste. Soms zit er gitaar bij, mondharmonica of wat anders. Samen spelen is voor ons het allerbelangrijkste dat wij deze dag organiseren. Ja, maar nu is je vandaag een mooi weer erbij en een aantal bezoekers hier. Wat verwacht je van vandaag? Ja, gewoon puur zang, gezelligheden bij elkaar. Samenspelen. Mag wel iets meer bezoekers komen. Want de folkloristische dansgroep Heldendoorn helpt ook meer met deze dag. En als er dan 30 spelers of 50 spelers zijn, maakt het voor ons niet zoveel uit. Als we maar een mooie, gezellige dag met elkaar hebben. Dat is het allerbelangrijkste.